Hallo lieve vrienden, hoe is het bij jullie? Hier is het prima. Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, de laatste filmpjes was ik een beetje aan het zeuren over. Eigenlijk als en nog wat. Ik was een beetje aan het zeuren over ja, hoe het weer is en dat gedoe met de corona en mensen met mondkapjes buiten. En ik was een beetje aan het zeuren over herfstdepressies en allemaal dat soort zaken. En het vieze, gore, smurige, rot klimaat hier. Maar ik stop met zeuren. Ik word een stuk vrolijker. Dat heb ik zelf bedacht. Ja, heb ik er een weekendje overheen gegaan. Ik denk opeens, Jan, het is wel mooi geweest met een gezeur. Maak er dan het mooiste van. Ik weet niet hoe. Maar goed, we doen ons best. Wat zit er onder het douche? Wat heeft dat meidje opgestuurd? Laten wij gaan kijken. Oh, dit moet ik niet heel lang doen met mijn hoofd. God, zijn mijn kraken. IJsdie. Nu zijn er hele grote liefhebbers van IJsdie. Ik ken mensen die altijd IJsdie bestellen als ze op het terras zitten en geen trek hebben in bier. Dan zeggen ze, mag ik een IJsdie? En op het moment dat ze dan zo'n IJsdie bestellen, kijken ze heel triomfantelijk om zich heen. Zo van, ja, nee, ik bestel niet zomaar een colaatje. Nee, ik bestel een IJsdie. Dan doen ze altijd een schijfje citroen in en een stampertje en ijsklontjes in zo'n mooi rond glaasje. En dan ga ik daar lekker uit drinken en dan ben ik heel erg tevreden. En dan denk ik altijd, aansteller. Maar goed, ik gun iedereen zijn ding. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik bestel ook wel eens wat op het terras. En dan kijk ik ook omheen van, jongens. Maar goed, geen angst hier. Kan ik je vertellen, dat bestel ik nooit. De reden dat ik dat nooit bestel, komt namelijk omdat ik het niet heel erg lekker vind. En dan heb ik het over de gewone ijstie, want het zal me niks verbazen. Hier ijstie met smaakjes voor mij staan. Eens even kijken. Lipton Low in Calories Original Sparkling Ijstie. Dat is dus de gewone ijstie. Overigens, weet je wat het is nu met deze flesjes? Er zit dus statiegeld op, hè? 15 cent of 10 cent, ik veel wat. Maar dat vergeet je natuurlijk, dat zit niet in je systeem. Dus iedereen pleurt die dingen alsnog weg. Er zijn een paar mensen weer rijk aan het worden. Oh. Gewoon iced tea van Lipton. Dit is Lipton Green Iced Tea. Dus groene thee, iced tea. En dit is de Lipton Peach Iced Tea. Persik. En ik weet nu al zonder hem te openen dat het waarschijnlijk verschrikkelijk chemisch is. Want het spuitje persik waar ze overal in gooien is eigenlijk altijd hetzelfde. Altijd dat je denkt, ja, het smaakt inderdaad naar persik, maar wel een beetje overdreven is het niet. Maar goed, we kunnen er natuurlijk heel lang over praten, maar we kunnen beter proeven. Ook omdat dit een reviewkanaal is en als ik het niet zou doen, dan slaat het wel helemaal nergens op. Dus laten we wel beginnen. Maar goed, we kunnen er natuurlijk heel lang over praten, maar we kunnen beter proeven. Ook omdat dit een reviewkanaal is en als ik het niet zou doen, dan slaat het wel helemaal nergens op. Dus laten we wel beginnen. Drie glaasjes, drie flesjes. Dan begin ik wel met de gewone iced tea. Van Lipton. Ja, die is gewoon zoals iced tea eruit ziet. Ja, een beetje roetwater, hè. En dan heb je dus de green tea. Die ziet er dan zo uit. Als een kopje groene thee. Ook hartstikke leuk. Die stinkt al trouwens. En dan heb je hier persik. Ja hoor, precies wat ik zei. Dat is dus dat chemische persik geurtje. Maar misschien proeft het wel heel lekker, je weet het niet. Nou, laten we dat eens eventjes gaan proberen. Dit ziet er een beetje uit als een soort laboratorium van een bekkenbodemspecialist. Gert Verderry. Maar goed, het is niet anders. De gewone Lipton Iced Tea en de ijsthee. Ja, ijsthee. Van Lipton. Zit een prikkeltje in. Nee, is niet vies. Ik vind het ook niet lekker. Ik vind eigenlijk gewoon, ik snap dat dit thee is. Het is een beetje smakeloze thee met heel veel suiker. En hier zit dan een klein prikje in. Ik snap dat dit dorstlessend kan zijn als het warm is. Maar ja, goed, laten we eerlijk zijn. Dat is eigenlijk alles wat je kan drinken. Dus ik vind de smaak een beetje truttig. Het is met de zoet. Maar dan zeggen ze low in calories. Er zit hier toch wel suiker in dan, of niet? Ja, er zit suiker en fructose in. Dus dat low in calories, dat is een mooi verhaal. Low in calories, 250 milliliter. Dus dat is een klein glaasje van dit. Er zit 11 gram suiker in.
Ja, low calories. Ja, nee, klopt. Zo'n bak met suiker, joh. En met een beetje thee en een prikje erin. Stel gewoon echt een hele moe voor. Wat is dit nou? Komt zo'n spin voorbij. Zien. Zie je dat? Komt zo'n spin van het plafond af. Tonde jij ze even snel op. Maf Kees. Ik ben een review aan het opnemen. Goed, van de gewone ijs tea gaan we naar de groene thee. De green tea. Ijs tea. Ruikt, ja. Nou, dit zal dan wel de geur van groene thee zijn. Ja, ik kan het niet herinneren, maar... Oh, hier zit geen pik in. Dat is dus iets heel anders dan dit. Dit is de gewone. Dit is groene thee, ijsthee zonder prik. En als je dus een slok neemt waarvan je denkt dat er ergens prik in zit, er zit geen prik in. Dat is niet heel erg lekker. Dat is net alsof je een slok lauwe karnemelk neemt. Getverdemme. Huh. Nou, even instellen. Geen prik. Oké. Hij is niet vies. Het is ja, net zo suikerwater als die andere, neem ik aan. Even kijken. Nee, hier zit minder suiker in. Hier zit de helft aan suikers in van de gewone ijstie. Het is een hele zachte theesmaak. Hele zachte groene theesmaak. Met niet 4 scheppen suiker, maar 2 scheppen suiker. En waterig, voornamelijk omdat er zit ook geen prik in. Het is echt, ik weet niet wat dat kost, maar ik... Hier kan je toch niet meer vragen dan 30 cent, want dit stelt helemaal niks voor. Maar het is niet vies. Nee, slok water uit de kraan ook niet. Lipton Iced Tea Peach, daar zal dus ook wel een prik in zitten. Nou, dan gaan we dat eens proberen. Het stinkt, jongen, nou, tot en met. Oh, het is echt chemische persieke loeft. En inderdaad. Hier zit ook geen prik in. En de persik komt je tegemoet. Het is een hele heftige, overdadige chemische persikensmaak. Dus dat is zeg maar het truttige water van dit. Dat truttige theewater waar iemand dan net even te veel chemische persik in heeft gespoten. Dit is gewoon ronduit smerig. Dit is niet lekker ook. Het is ook wrang. Ken je dat? Dat je thee wrang wordt? Als je te lang je zakje erin had zitten en je slok neemt en je denkt, oh, dat is wrang. Nou, dat is dus dit. En dan met die gore persik erbij. Dit is een wanproduct. Dit is echt verschrikkelijk. Ja, zo vies. Ongelooflijk dat dat dan dat toch gemaakt wordt, hè? Nou ja, hartstikke gek. 3 flesjes iced tea. De gewone, de groene thee en de persik. Het is wel weer niet helemaal mijn product. Tijd voor de cijfertjes, want de cijfertjes draait het om bij ons review. Want ja, anders werkt er helemaal naar niks toe, weet je wel. Ja, het is eigenlijk vrij simpel. De allerlekkerste vind ik die toch met dat prikkeltje. Want dat doet het toch wel. Laten we eerlijk zijn, er zit natuurlijk een godsrubbels hoeveelheid suikers in. Dus ja, wat is het? Het is suikerwater met een prikkie, maar dat is wel vaker bij frisdranken. En deze is best lekker van smaak en met een ijsklontje en een schijfje citroen en zo'n moeilijk glaasje en op zo'n terrasje. Geloof ik er best in. Dat is eigenlijk wel prima. Maar goed, dan heb je hier dus deze, die is wel lief. En dan heb je dus deze, die is goor. Dit is zoals een product niet moet zijn. Is een mislukt product. Deze smaakt dus niet. Deze, nou ja, hij smaakt wel, hij smaakt heel vies. Maar de is niet dat je denkt van, oh ja, ik begrijp deze smaak. Dit is gewoon wrange thee, zonder prik dus, maar met heel veel chemische persik. Dit is gewoon smerig, die krijgt een 3, dus niet te nakken. De green tea, het enige wat ik hier eigenlijk wel mis is een pikkeltje, maar dat ligt meer aan mij. Maar de green tea, iced tea van Lipton, is helemaal niet vies. Deze is helemaal niet vies. Ik denk dat die ook nog wat dorstlessend is, als je hem koud schenkt. En dan zei ik net al, wat is dat niet? Maar ik denk dat je hier ook wel blij bent. Als je hiermee je dorstlest, dit is eigenlijk een prima drankje. Helemaal niet vervelend. Dan krijg je gewoon een 6. En deze, wat ik al zei, vind ik wel het lekkerste. Omdat er gewoon een prikkeltje in zit. En eigenlijk gewoon frisdrank is. En niet van dat truttige spul als dit. Die krijgt gewoon een 7. Maar goed, ga ik het nu bestellen? Aan mijn dode dood niet. Aan mijn dode dood niet dat ik het ga bestellen. Want ik vind iced tea gewoon niet zo lekker. En als ik dan toch op het terras zit, kan ik beter eventjes zeggen, doe mij maar een goudgele rakker.